Journalisten hebben in een driedaagse workshop van Conservation International Suriname de gelegenheid gekregen hun inzichten en vaardigheden in de milieujournalistiek te verfijnen. De training is vandaag succesvol afgesloten. De verschillende deelnemers uit zowel de radio, tv als krantenwereld zijn getraind door onder meer de Braziliaanse geojournalist Gustavo Valeiros van de Earth Journalism Network. Daarnaast hebben ook Surinaamse deskundigen als Harold Selbing, Loes Trusvoel en professor Sionat Naipal in theoretische en praktische sessies van stand van zaken op het gebied van milieu breedvoerig behandeld. Onderdeel van de workshop was ook een fieldtrip de weg naar zee, waar professor Naipal uitleg gaf over de gevaren van ontbossing. Nieuw voor de journalisten is het verzamelen van data op zowel nationaal als internationaal niveau en die op te nemen in hun verslagen. Conservation International is tevreden met de bijdrage vanuit de zijde van de journalisten.